Beste kijker, leuk dat je er weer bent. Vandaag ga ik je vertellen over de oorzaken en het verloop van de Franse Revolutie. Het woord revolutie draagt de betekenis van een plotselinge ingrijpende verandering. Je zult te weten komen waar die Franse Revolutie ineens vandaan kwam, en je zult zien dat de Franse Revolutie eigenlijk uit drie of vier verschillende revoluties bestaat, die het land in korte tijd telkens weer op haar kop zetten. Verplaats je even naar het Europa van 1789. Het continent is in de eeuwen en jaren daarvoor onophoudelijk getroffen door het ontelbaar veel oorlogen, religieuze conflicten en hongersnoden. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe groot de armoede moet zijn geweest. Zo'n 85% van de bevolking leefde en werkte als boer op het platteland. Zonder inspraak, zonder eigen bezittingen en zonder enige mogelijkheid om aan de ellende en de armoede te ontsnappen. En ver boven hen, op de onbereikbaar hoge treden van de maatschappelijke ladder, stonden de priesters en de landheren. Samen maakten de adel en de geestelijkheid nog geen 3% van de bevolking uit, maar toch hadden ze alle politieke en economische macht in handen. Dit was de standenmaatschappij van het Ancien Regime. Een samenleving die volkomen vast zat in middeleeuwse tradities en verhoudingen, waarin koning en kerk de dienst uitmaakten. Bij elke nieuwe oorlog waren het de boeren die hun hele kleine beetjes geld moesten ophoesten voor de kosten daarvan. Bij elke dreigende of reële hongersnood waren het ook zij die hun oogst moesten afstaan aan de edelen en de kerk. Ze hadden te weinig om van te leven, maar net te veel om niet te sterven. Nergens stond het ancien regime sterker in haar schoenen dan in Frankrijk, tot 1789. Hoewel er elders in de wereld succesvolle pogingen werden gedaan om het oude systeem te hervormen, bleven de Franse vorsten hardnekkig vasthouden aan het absolutisme en de middeleeuwse tradities van hun voorouders. Maar onder de oppervlakte waren de ideeën van de verlichting over gelijkheid, vrijheid en broederschap doorgedrongen tot alle lagen van de samenleving. Een explosieve combinatie en al met al een goede voedingsbodem voor een grote volksopstand. In 1789 is de Franse schatkist al geruime tijd leeg en dringt het ook tot koning Lodewijk XVI door dat het tijd rijp is om orde op zaken te stellen. Voor het eerst sinds 1614 riep hij het parlement de Staten-generaal bijeen. Daarin zaten vertegenwoordigers van de drie standen: de geestelijke, de adel en de burgers. Die laatste groep, 97% van de bevolking, had tijdens de vergadering minder te zeggen dan de adel en de geestelijke. Je kunt je vast wel voorstellen dat ze het onmogelijk met elkaar eens konden worden. De adel weigerde elke belastinghervorming, die zou betekenen dat zij meer, of beter gezegd, überhaupt belastingen zouden moeten gaan betalen. En ook de hoge geestelijke waren niet van plan om hun manier van leven op te geven om Frankrijk van de ondergang te redden. Tot grote ontsteltenis van de koning verlieten de vertegenwoordigers van de burgerij de vergadering. Zij richtten vervolgens hun eigen nationale assemblée op, op een kaatsbaan, een soort indoor tennishal in Parijs. Ze zworen een plechtige eet om net zo lang bij elkaar te blijven en zo nodig net zo lang nieuwe samenkomsten te organiseren, totdat de door hun opgestelde grondwet van het koninkrijk zou zijn aangenomen. Die zomer sloot er sommige verlichte edelen en geestelijken zich ook aan bij de Derde Stand. De Nationale Assemblée publiceerde niet veel later de verklaring van de rechten van de mensen en de burger. Daarin stond onder andere dat privileges en voorrechten op basis van geboorte niet bestonden. De standenmaatschappij werd zodoende afgeschaft. Alle mensen waren gelijk geboren en hadden gelijke rechten, zoals het recht op bezit en op vrijheid. Vrijheid in de zin dat je alles kunt doen wat de ander niet gaat. Het volk was soeverein en de algemene wil was de basis voor de wet. Belastingen zouden eerlijk en in verhouding moeten zijn met de middelen die mensen hadden. En bovendien zou de vrijheid van meningsuiting en godsdienst moeten worden gewaarborgd. En ga zo maar door. Deze verklaring vormt nog altijd de basis van vele grondwetten wereldwijd. Dingen die wij nu heel normaal vinden, waren dat toen niet. En vanaf dat moment gaat het ineens heel snel. Zo snel dat die eet op de kaatsbaan het beginpunt werd van de Franse Revolutie. Nog geen maand later werd de Bastille bestormd. De Bastille was een beruchte middeleeuwse gevangenis in Parijs en voor veel Parijzenaren het symbool van het Ancien Régime. In de Bastille lagen ook wapens en buskruid opgeslagen, wat de revolutionaire wel van pas kwam toen koning Lodewijk XVI soldaten richting Parijs stuurde. De revolutie werd steeds gewelddadiger. In oktober marcheerde een groep vrouwen naar Versailles. Voedsel was onbetaalbaar geworden voor de gewone Parijzenaar. Aan de poorten van het Koninklijk Paleis eisten ze om brood. Duizenden vrouwen bestormden het paleis, aangemoedigd door de revolutionairen en gemotiveerd door de torenhoge broodprijzen. Koning Lodewijk en zijn familie besloten daarop om naar Parijs te gaan, waar ze onder huisarrest werden geplaatst. Ze zouden nooit meer terugkeren naar Versailles. We spoelen twee jaar vooruit, want in 1791 kwam er na jarenlang overleg en vergaderen eindelijk een grondwet in Frankrijk, met de verklaring van de rechten van de mens en de burger als uitgangspunt. Daarmee kwam er officieel een einde aan de absolute monarchie van Lodewijk XVI. Vanaf nu was ook de vorst, net als alle andere Fransen, gebonden aan dezelfde wet. Maar vlak daarvoor had Lodewijk nog een vluchtpoging gedaan met zijn vrouw en kinderen, maar onderweg werden ze herkend en teruggestuurd naar Parijs. Toch mocht hij aanblijven als koning, maar dan wel met een fractie van de macht die hij drie jaar eerder nog had gehad. Maar hoewel er op papier een hoop was veranderd, bleek de praktijk toch anders. Aanhangers van de koning veroverden grote delen terug van de revolutionaire. De armste boeren en arbeiders waren er nog slechter aan toe dan in 1789. Te meer omdat de broodprijzen nou niet bepaald lager werden. Maar ook vanwege het kiesstelsel dat zo was ingericht dat alleen mannen die een bepaalde hoeveelheid belasting betaalden mochten meestemmen. Daardoor hadden de armen weliswaar minder belasting te betalen, maar hadden ze nog altijd geen inspraak. Het paleis in Parijs, waar de koninklijke familie werd vastgehouden, werd in augustus 1792 bestormd door een woedende menigte. Enkele weken later werd het koningschap afgeschaft en Frankrijk werd een republiek. De nieuwe man was Maximilien de Robespierre, die leiding gaf aan het schrikbewind. In twee jaar tijd werden zo'n 40.000 Fransen bestempeld als vijand van de revolutie of landverrader en onder de guillotine onthoofd. Ook Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie-Antoinette werden net als vele andere burgers omgebracht. Robespierre werd in 1794 ook opgepakt en net als andere belangrijke leiders van de terreur ter dood veroordeeld. Een nieuwe groep sterke mannen herstelde de orde. Ze noemden zichzelf het Directoire, de directie, maar voerden met z'n vijven niets minder dan een dictatoriaal bewind. Onder hen bevond zich ook ene Napoleon Bonaparte, die uiteindelijk zijn mededirecteuren buitenspel zou zetten door een staatsgreep te plegen. Dat was in 1799, tien jaar na het bloedige begin van de revolutie. Napoleon ontpopte zich tot alleenheerser die zich liet inspireren door Romeinse keizers. Op het hoogtepunt van zijn macht kroonde hij zichzelf dan ook tot keizer. Hij was de baas over een gebied dat zich uitstrekte van Zuid-Spanje tot Noord-Duitsland en van Milaan tot Den Helder. Napoleon exporteerde de idealen van de Franse Revolutie tot in de verste uithoeken van Europa. Over het hele continent werd de code Napoleon ingevoerd, waarmee vrijheid en gelijkheid in de wet werden vastgelegd. Napoleon brak de orde van het oude Europa af en bouwde het opnieuw op volgens de ideeën en modellen van de Verlichting. Hij werd bewonderd en gevreesd vanwege zijn felle optredens en militair inzicht en het feit dat zo'n 15% van de bevolking van het keizerrijk omkwam bij de Napoleontische Oorlogen. In nog geen 15 jaar tijd veranderde Frankrijk van een absolute monarchie in een constitutionele monarchie, een republiek, een terreurstaat, een directoire en tot slot in een keizerrijk. Het kostte uiteindelijk zeven oorlogen voor Napoleon in 1815 definitief werd verslagen bij Waterloo. Daarna stonden de Europese machthebbers voor de moeilijke taak om het continent opnieuw op te bouwen. Maar het verhaal over de wederopbouw van Europa na Napoleon bewaar ik voor een volgende video. Dankjewel weer voor het kijken. Bekijk ook de andere video's en tot de volgende keer.